er een jongen en wie wil er een meisje? We gaan een blikje in de toekomst werpen over hoe je over 40 jaar kinderen krijgt. Kijk, dit is jullie kind, jongens. Voor mezelf zou ik het wel doen, omdat ik natuurlijk wil dat je een gezond kind hebt en zo. Nou, dit is Heli Mare, school voor mensen met dingen en dingen. En als je nu dan bijvoorbeeld een pilletje kunt innemen en je hebt geen spierziekte, zou je dat dan doen? Zou ik dat doen? Zijn er in de toekomst alleen nog maar perfecte mensen? Zondag in Denktank bij Human op ZAP.